Wat houdt de grote boekenmarkt in? Wij verkopen boeken die we afgeschreven hebben in de bibliotheek. We kopen iedere week nieuwe boeken erbij. Dus er moeten ook weer oude boeken uit, want anders dan zou het niet meer in de kasten passen. Dus één keer in het jaar, twee keer in het jaar, een beetje afhankelijk van hoeveel er is, hebben we een grote boekverkoop. Alleen van volwassen boeken, dus niet van de jeugdafdeling. En die worden verkocht vandaag vanaf 16 oktober tot en met 28 oktober. Wat wordt er met de opbrengst gedaan van de boeken? Ja, daar kopen wij weer nieuwe boeken van. Hè. Dat zit gewoon in ons budget, wordt dat in de begroting opgenomen. Dus daar kopen we weer boeken van. En hoeveel kost zo'n boek als je dat nu zou kopen? We verkopen de boeken en ook dvd's voor 1 euro per stuk. En we hebben ook tijdschriften. Als je 10 tijdschriften meeneemt, we hebben hier een heleboel liggen. Ik zou even ook nog een voorbeeld laten zien. Als je 10 tijdschriften uitzoekt, is het ook voor 1 euro. En dan hebben we een hele leuke aanbieding. Daarom heb ik de boekentas al in de handen. Als je de boekentas voldoet met boeken, dan betaal je 5 euro. Dus ook al stop je er 10, 12 boeken in, als het past in de tas, dan betaal je 5 euro. En wat voor soort boeken kun je hier nu uitkiezen? Ja, we hebben heel veel verschillende boeken. De jeugdboeken worden dus niet verkocht, maar wel romans. En dan heel veel verschillende romans, dus streekromans, detectives en zonder een bepaald genre, gewoon van alles. En dan hebben we een heleboel informatieve boeken. En ik heb hier wat neergelegd over tuinieren, over yoga, over koken, reisgidsen. Er zit gewoon heel veel bij, heel verschillend. En dan hebben we ook nog dvd's. Dvd's worden tegenwoordig wat minder uitgeleend, dus daarom hebben we er ook een stel weer afgeschreven. En die worden dus ook voor 1 euro verkocht.